En de schommeling van prijzen van benzine bij de pompstation is niet te wijten aan het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, maar is het gevolg van fluctuerende wereldmarktprijzen. Dit zei minister Ferdinand Welzijn afgelopen donderdag in het actualiteitenprogramma Panorama. De minister gaf aan dat hoe hoger de prijzen van benzine op de wereldmarkt zijn, hoe duurder Surinamers zullen moeten betalen voor 1 liter benzine. De minister benadrukt dat de government take op diesel slechts 70 SRD cent is. Op gasoline wordt er een government take ingehouden van 1 SRD en 30 cent per liter. Waar het om gaat is dus dat we vanaf eigenlijk 29 maart hoor, het systeem dat vroeger werd gehanteerd, dat de overheid de prijs vaststelt, is verlaten. Wij zijn op dit moment prijsnemer. Dat betekent dat we ons richten naar de wereldmarktprijs van brandstof. Okay. Dus was het in het verleden zo dat bij elke lading de overheid zat, tenminste met name het ministerie van Handel en Industrie, calculaties bezig was te maken van wat zal nou de prijs moeten zijn, welke marge moeten we inbouwen voor de government take en wat voor marges moeten gelden voor de distributeurs en voor de retailers. Dat proces is nu gestandaardiseerd. Het is een vast bedrag. Dus wat er gebeurt is, wat is de wereldmarktprijs? De overheid heeft qua government take voor diesel 70 cent en voor benzine, dus gasoline, 1,30. En dat is het vast bedrag. De minister verzekerde ook dat de government take niet zal worden verhoogd. Indien de wereldmarktprijzen dalen, zal de consument ook rechtstreeks profijt hebben, zonder dat het ministerie eraan verdient. Afgelopen maanden, zult u kunnen nagaan, regelmatig dalingen gehad en verhogingen gehad. Ja, het lastige ervan is, ja, maar omdat de wereldmarktprijs omhoog gaat. En het is niet prettig, want maar wie komt dan die verhoogde prijs toe? Het verschil. Wie krijgt dat? Het is van de pomphouder. Nee, het is gewoon de wereldmarktprijs. Dus het is geen percentage, het zijn vaste bedragen. Oh. Dus de importeurs hebben een bepaald bedrag. En het is, dat moeten ze betalen. Ik kan zeggen 90 cent, SRD cent per liter. De overheid heeft, wat ik daarnet noemde, 70 om 1,30. En de retailers, dat is dus een afspraak tussen de importeurs. Maar het is allemaal ook een vast bedrag. Okay. Dus het is geen percentage, gelukkig. Dus, want als het omhoog zou gaan, dan zou je daar ook iets van merken. Ja, ja. Dat de overheid wat voordeel aan zou hebben. Maar we hebben gekozen voor vaste bedragen. Dus wij zijn op dit moment prijsnemers. Op het moment dat de wereldmarktprijs stijgt, dan zal de consument het merken. Als de wereldmarktprijs daalt, is het voordeel van de consument. Okay. Aldus minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme. Hij sprak afgelopen donderdag in het actualiteitenprogramma Panorama over de benzineprijzen bij de pompstations.